Deze spullen die gaan de bus hier. Patrick achter de hel ook. Hij mag ook in dat dat team 1 veel meer hebben dan team 2. Bijna alles zit erin. Als het goed is, de vrachtwagen wel wachten nog op 2 busjes die aan moeten komen. En dan allebei de teams in een bus. Maar we gaan dadelijk rijden. Om, de planning was 10 uur. Hè. En dan morgen om 12 uur 38 gaan wij lopen. En dan mogen wij. Ja, dat is het enige doel voor mij, omdat mijn zoon is overleden, om dat te doen. Ja. En morgen is dan een heel bijzondere dag, hè? Morgen is de sterfdag van mijn zoon. En dat is ook de start in Parijs. En ja, het wordt moeilijk. Ja, het wordt een beladen dag, dat wel. Toen mijn zoon nog leefde, nou, liep ik echt nog geen meter. En hij, toen hij overleden was, zijn we met team begonnen. Vrienden van Bobby heette dat. En het heet het nu nog. Maar toen ben ik pas gaan lopen eigenlijk. Toen, ja, dat was een doel. Heb ik al een doel om te lopen voor Bob en de mensen die die verschrikkelijke ziekte hebben. Zit er tussen de Ajax-iets. Hey, Bob, Bob, hey! Oh, twee! Zeker, ja, Bob is een fijn sport in hart en nieren. Hij dat was echt een lieve jongen en deed nooit iemand kwaad en zo. En had vrienden. Ja, was gewoon een gezellige pik was het. Ja, op een gegeven moment kreeg hij pijn zijn buik. Ja, het een komt het ander. Nou, 4 maanden later was het klaar. We hopen zoveel mogelijk geld op te halen. En ik zie jullie wel weer op de Coolsingel als het goed is.